Welkom bij een nieuwe aflevering van ClubLiefde. Vandaag ben ik de gast bij de Zinkwegse Boys in Oud-Beierland. Ik heb namelijk een mailtje gekregen van de 16-jarige Tianzi. En hij zei, je moet echt naar de club komen, want dit is de gezelligste club van Oud-Beierland. Wat zeg ik? Dit is de gezelligste club van heel Nederland. En volgens mij is het ook echt zo. Er is vandaag van alles te doen. Tianzi zelf speelt tegen het eerste, er is een penaltybokaal en ik ga met vrijwilligers praten. Kortom, een bomvolle dag bij de Zinkwegse Boys. Dag, dit zouden ze zomaar kunnen zijn. Zinkwegse Boys onder 19. Ja. Oh jongens, wat goed. En een van jullie heeft mij een mail gestuurd. Wie was dat? Ik. Jij, dan ben jij Tianzi. Nee, Chinchu. Oh, ik zeg het verkeerd meteen, sorry. Chinchu? Ja. Chinchu. Goed, even over de dag van vandaag. Want jullie spelen voor het eerst sinds lange tijd weer een wedstrijd, hè? Ja, dat klopt. Toch? Ja. Tegen wie? Het eerste. Vriendschappelijk dus. Ja, klopt. Is al de opstelling bekend? Wordt het 5-3-2 of toch 4-3-3? Nee, geen plantenboer hier. 4-3-3. Maar even, zijn jullie ook echt een vriendenclubje, of niet? Ja, zeker. Doen jullie ook andere dingen voor de club? Fluiten natuurlijk ook nog. Ja. Scheidsrechter zijn. Ja. Ook fluiten. Fluiten ook? Niemand bardienst of zo? Trainer? Oké, maar jij traint de jeugd, de kleintjes? Ja. Oh, wat goed. Nou, ik heb het idee dat ik jullie niet langer meer moet ophangen. Jullie moeten in voorbereiding, hè? En stel me zo meteen niet teleur, hè? Nee. Oké, we gaan ze pakken, die mannen van het eerste. Kijk, dat hoort erbij tegenwoordig, hè? Geen voetbal zonder muziek. Lekker, man. Zinkwegse Boys. Ik vind het nu al leuk. Stefanie, jij bent de jonge voorzitter van deze bruisende vereniging. Ja, echt. Ja, dat klopt. Ja. Hoe lang ben je dat al? Ik ben, ga nu mijn 5e jaar in als voorzitter. Maar ik kom hier zelf al 13 jaar op de club. Maar hoe word je dan voorzitter? Ja. Want je speelt hier, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar van speler naar voorzitter, ja, daar zit nog wel tussen. Als speler ben je er helemaal niet mee bezig, natuurlijk. En, op een gegeven moment ben je er 5 jaar uit de club, ben je natuurlijk wel lid en zo. En op een gegeven moment heb je kinderen, en dan word je zo'n 7 jaar. En dan ga je natuurlijk weer bij je clubje kijken. Ja. En dan denk je, nou, dan ga ik wat doen. En als je dan 1 keer niet oplet, ben je jeugdvoorzitter. En als je nog een keer niet oplet, dan ben je voorzitter. En hoe gaat het met de club? Want ik kom hier, vandaag penaltybokaal, straks een wedstrijd, geen voetbal, oefenwedstrijdje. Het lijkt heel goed te gaan. Ja, nee, dat is het ook. Dat is het ook. Het is echt, zoals vandaag gaat, het is ook de club zoals die wil zijn, zeg maar. Een bruisend verenigingsleven. Superleuk. En dat doe je met hele enthousiaste vrijwilligers. Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want 5 jaar geleden zag het er heel anders uit, heb ik begrepen, hier met de Zinkwegse Boys. Dat klopt. Ging het eigenlijk niet zo goed? Nee, nou ja, je hebt natuurlijk pieken en dalen. Ik denk dat elke vereniging dat heeft. Ja? Alles of valt of staat ook met de mensen die eraan trekken. Heb je veel trekkers? Dat geluk moet je ook een beetje hebben. 5 jaar geleden hadden wij de helft van ons ledenaantal, heel weinig jeugd. En je zit hier ook nog op 4 kilometer van de kern, dus dan kom je van ver, zeg maar. Ja. Maar als je op een gegeven moment een plan maakt, zeg maar, met een paar mensen die enthousiast zijn. En je hebt een plan en je zorgt dat je basis op orde is. En als je dat hebt en je doet nog wat extra's, wij organiseren heel veel side events. Dan heeft iedereen, hé, dat is een leuke club, dat is gewoon gezellig, iedereen doet hier normaal. Maar dat is de manier om mensen enthousiast te krijgen. Ja. En evenementen organiseren, dat kost ook altijd geld. Ja. Nou was ik laatst bij een atletiekvereniging in Bussum, misschien wel aardig om te vertellen. Ja. En die hadden ook een handige manier gevonden om dat geld binnen te halen. Om weer die leuke dingen te kunnen organiseren. Ja. En dat was namelijk gewoon, ja, het lijkt heel simpel, maar het was heel doeltreffend. Loten verkopen. Loten verkopen, dat werkt, ja. Ja. En zo ben ik in 1 keer in Bussum, bij Atletiekvereniging Tempo. En ik heb hier afgesproken met de voorzitter van de jeugdcommissie. En dat is Yildiz Toeran. Zij regelt hier allerlei evenementen. Zij maakt dankbaar gebruik van de grote clubactie. Ja, wat ze precies organiseert en hoe zij voorzitter geworden is, daar hoop ik natuurlijk achter te komen. Ik weet wel dat er vanavond een filmavond is. Leuk! Yildiz. Hoi, ja. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Leuk je te ontmoeten. Ja, insgelijks. Ja, de voorzitter van de jeugdcommissie. Ja, klopt. Nou, hoe word je nou voorzitter van de jeugdcommissie bij een atletiekvereniging? Heel lang geleden gaat dat. 6 jaar geleden. Ja? Ik ben nu 20 en 6 jaar geleden ben ik ermee begonnen. En toen vond ik het gewoon leuk om hier alles te zien, hoe alles georganiseerd werd. Dus toen dacht ik, dat wil ik ook proberen. Dus heb ik gevraagd, ja, mag ik erbij? Kan ik helpen? Toen zei ze, ja. Maar er was al een jeugdcommissie. Ja. Kan je nog eens wat meer voorbeelden noemen? Want vanavond is de filmavond. Ja, wat organiseer je nog meer? Ja, 2 weken geleden hebben we jeugdweekend gehad. Er stond een heel groot springkussen daar en er stonden hier allemaal spelletjes. En dan slapen de kinderen hier op het veld. En de volgende ochtend worden ze om 7 uur weer wakker gemaakt met bijvoorbeeld een bootcamp of een yoga. Of lekker activiteiten. En dat zijn dan 70 kinderen in de ochtend. En dan in de middag komen de oudere jeugd. En dat zijn er weer 70. En die mogen dus animo genoeg hier? Zeker, zeker. Heel erg leuk. Ja. En als je iets organiseert, nou ja, dat is logisch, daar heb je daar geld voor nodig. Klopt. En daar hebben jullie veel gehad aan dit, hè? De grote clubactie, ja. De loten van de grote clubactie. Zeker. Ja, dat was echt een heel lekker aantal voor ons. Dat is een fijn aantal. We hebben ook heel veel van kunnen doen. De topverkopers. Zeker. Wie zijn dat? Emma en Tijmen. Die hebben we hier ook rondlopen. Emma en Tijmen, die zijn er? Ja, Oké, die wil ik dan graag even aan de tand voelen om te kijken hoe ze dat gedaan hebben. Zeker. Zie ik je zo bij de filmavond. Bij de filmavond, ja. Doei, doei. Goedemiddag, dames. Wie van jullie is er Emma? Ik. Echt waar? Ja. Oh, je bent lekker actief bezig, zie ik wel. Ja, dankjewel. Je zit gewoon op de baan. Ja. Hoort dit bij de training? Ja. Ik ga er gewoon bij zitten, kan mij het schelen. Jij schijnt een absolute toplotenverkoper te zijn. Ja. Samen met Tijmen. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Nou, het is gewoon, ik heb natuurlijk een hele leuke buurt, gewoon een hele gulle buurt, zullen we zo zeggen. Elk uurtje dat je vrij hebt, gewoon even lopen. En bijvoorbeeld als je ergens naartoe moet lopen, neem je die huizen ook even mee, weet je. Ja, maar wat zeg je dan? Hè? Nou ben ik zal maar zeggen, de buurman. Ik verkoop clubloodjes voor onze club, want onze club is een hartstikke leuke club. En wij hebben geld nodig bijvoorbeeld om de kantine te onderhouden. En zeg ik, wilt u misschien een loodje kopen om dat te doen? Tijmen, jij bent ook een super lotenverkoper, heb ik begrepen. Ja. Hoeveel heb jij er verkocht? Nou, 1,5 boekje. Wauw. En volgende week heb ik weer een nieuw boekje gehaald. Je gaat maar door. Ja. Het is verslavend, joh. Ja, dat wel. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, toen op verjaardag ben ik langs iedereen geweest en toen heb ik heel veel verkocht. Want als je naar een verjaardag gaat, zitten natuurlijk heel veel mensen. Dan kan je in één keer een heleboel verkopen. Ja. Wat leuk. Hey, en je bent nu aan het kogelstoten, zie ik. Ja. Oei, oei, oei. Als jij het nou een beetje voordoet, dan ga ik kijken of ik het ook voor elkaar krijg. Ja! Het is ongeldig, of niet? Ja. Dit is de, hoe noem je dit, de startblok? Ja, de startblok. En dan sta je hier zo en dan loop je eigenlijk naar achter. Waardoor je zo in je starthouding komt. Oké. Ja. Goed gelopen. Dankjewel. Ik dacht, ik begin rustig. Popcorn, waar kan ik die krijgen? Staan op de tafels, net als drinken. Oh, heerlijk. Heerlijk. Hey. Weten jullie misschien waar het G-team is van de Zinkwegse Boys? Dan moet ik... Meen jullie niet? Zijn jullie dat? Ja. Ik ben er ook. Dus jullie gaan zo meteen weer voetballen? Ja. Hebben jullie er zin in, of niet? Ja. Nee, dat klinkt nergens aan. Hebben jullie er zin in? Of niet? Ja! En weten jullie toevallig ook waar de scheids zit? Want ik moest nog even kletsen met de scheids. Hé, hier zit je. Hallo. De scheids. Oh, kijk, je hebt de spul al bij. Ja. Heb je echt kaarten? Je gaat toch geen kaarten uitdelen zometeen? Nou, hoop van niet, maar... Het is geen voetbal, hè? Ik denk niet dat je een rode kaart hoeft te geven. Nee, maar voor de zekerheid. En word je door de club ook gesteund met het scheidsrechteren? Als ik vragen heb, dan kan ik altijd naar iemand toe. Oké. En wie vind je nou zelf een goede scheidsrechter van tv? Bjorn Kuipers, ja? Nou, Bjorn Kuipers die speelt vaak in... Bijvoorbeeld dit shirt, hè? Want die wordt ook gesponsord door Arag. Die wou ik jou eigenlijk aanbieden voor de wedstrijd van zometeen. Dat is goed, hoor. Hoe vind je dat? Ik vind het mooi. Doe je hem aan zometeen? Ja, ik doe zo aan. Dan wens ik jou een hele fijne en sportieve wedstrijd. Dank je wel. En geen rood, hè? Niet doen, hè? Nee. Veel succes. Dank je wel. John, jij bent officieel scheidsrechter, hè? Of in ieder geval scheidsrechter met papieren. Ik heb scheidsrechter, ja. En hoe lang ben je al scheids? Bijna 30 jaar. Ja. Ik begrijp nooit waarom iemand dan scheidsrechter wil worden, want je doet het nooit goed. Je doet het nooit goed, je zeurt dat. Ik heb vroeger ook gezegd, maar ik heb natuurlijk jaren gevoetbald. En dus jij was ook zo eentje? Ik heb tijdens de schijt ook al wat gezegd, heel simpel. Ja. Dat doen we allemaal, okay. Want je weet het allemaal beter. Ja. Ik zeg altijd mezelf, een wedstrijd kan nog steeds niet zonder scheidsrechter. Nee. Dus het is dat heel belangrijk dat jongens gaan fluiten. Het is voor het voorbelang van de vereniging. Ja, maar het is jouw taak dus om die jeugd, en misschien ook volwassenen, om die enthousiast te krijgen voor het scheidsrechtersvak. Ja, hoe doe je dat? He, want ik zag dat Chinchu, die had al een mooi kostuumpje, ja. Had zijn kaartjes al, een fluit, alles was klopt. Voor elkaar. We hebben een presentatie gemaakt, dus die mensen werden uitgenodigd. Toen heb ik gezegd van nou, we gaan jullie begeleiden. Je moet ook attributen hebben. Dan begin je al met een fluit, je moet eventueel kaarten hebben. Ja. Totdat de vereniging ineens met de verrassing kwam. We doen een mooi tenue erbij voor de jongens die willen gaan fluiten. Ja. Kijk, dat is zo'n mooie geste. Ja, dat geeft nog meer spirit voor de jongens. Dat maar ook voor mij natuurlijk. Ja. Want ik vind het leuk om, ze staan erachter. Ja, nou is er ook zoiets als het Arag Fairplay certificaat. Ja. Voegt dat echt iets toe voor een club? Ik denk het wel. Ja? Als vereniging heb je een uitstraling dat je hem hebt. En dat betekent dat jij gewoon eigenlijk goed op je scheidsrechterskorp let. Ja. En probeert bij te sturen. Ja. Eerlijkheid, transparantheid erheen. Klopt. Dus daar word je ook op gecontroleerd. Heel simpel. En als je op gecontroleerd wordt, weet je gewoon zorg dat het goed is. Dus ik ben er wel een voorstander van. De kaarten nog op zak houden? Nou, gelukkig wel, ja, want het is ook de wedstrijd niet voor, denk ik. Nee, dat heb ik ook al gezegd. Nee, het is heerlijk. Ze genieten er zo van. Laten we lekker voetballen zo. Ja. Clubliefde wordt mede mogelijk gemaakt door TotalEnergies, Stanno en JOGG Team Fit. We zijn weer terug op het veld van de Zinkwegse Boys. En zometeen de pot tussen het eerste in het rood. En onder 19 met Chinchu, onze ster natuurlijk. Ja, de spanning stijgt hier. Kijk, ook Zinky heeft er zin in. Zinky! Goed zo. Ipe, jij bent een echte clubman, hè? Ja, dat zeggen ze. Ja, ruim 30 jaar betrokken bij de Zinkwegse Boys. Ja. Ja, dus... Wat doe je? Wat heb je allemaal voor taken gehad in die jaren? Ik heb zelf heel onverdienstelijk gevoetbald. Met andere woorden, ik verdiende er nooit een pepernoot mee, want ik kon helemaal niet voetballen. Niet? Nee, ik kon er helemaal niks van. Dus toen hebben ze me maar keeper gemaakt, want ik vulde het doel lekker op. Nou ja, dat ging redelijk. En ik heb wel kramp gehad in die jaren, maar vooral aan mijn kaakspieren van het lachen. Ja. Het is vooral een hele gezellig, het is een familieclub. Ja, hoe komt dat? Waar zit hem dat in? Op een gegeven moment was er een oude penningmeester Bas Meister. Die man is helaas overleden, maar die zei op een gegeven moment van je moet het met elkaar doen. Dat is een hele wijze uitspraak van die man. Zo hoog was die. En dat doen we ook, want iedereen doet zijn taak. Je hebt op een gegeven moment iemand die werkt op een vuilniswagen en de ander die is miljonair. Maar die miljonair is gelijk, hè? En die miljonair staat ook zijn bardienst te doen. Ik zit ook in de klusploeg en dan doen we allerlei klusjes. Ja. Er moest een riool aangelegd worden. Ja? En er staat bestuurslid technische zaken, die staat tot zijn knieën in de bagger zelf te graven. Kijk. En je ziet bij een heleboel verenigingen dat het bestuur heel ver van de leden af staat. En hier is dat dus niet zo. Nee. Leo, hoe lang ben jij al betrokken bij de Zinkwegse Boys? De Zinkwegse Boys, ja. Ik denk, ik ben nu 17 jaar ben ik hier betrokken. Ja? En hoe ben je bij deze club terechtgekomen? Ja, mijn zoon speelde hier zo. En dan in de jeugd en dan ga je kijken. En voordat je het weet heb je een taak. Ja. En voordat je het weet zit je in het bestuur. En voordat je het weet ga je dingen regelen. Dus, ja. En ik ben nog steeds zeer betrokken bij het eerste, zeg maar. Ja? Je bent de verzorger, hè? Ja, ja. Van het eerste. Klopt, ja. En gaat het een beetje goed met het eerste? Waar spelen ze? Vierde klas. En, vierde klas, dat is bescheiden, mogen we zeggen. Dat is bescheiden, toch? Ja. Ja, en het ene jaar worden we kampioen en dan gaan we naar de derde klas. En dan, maar je hebt ook kampioenschappen meegemaakt? Ja, natuurlijk. 2. En wat het mooiste is, dan ga je op de platte kar. Platte kar, natuurlijk. Platte kar, ja. Trekken ervoor. Door het dorp. Door het dorp, ja. En dat is lachen. Ja, en dan ga je een klas hoger voetballen en dan blijf je weer gedegradeerd. En dat was wel een beetje jammer, ja. Maar ja, dat is mooi, toch? Ik bedoel, ik ben fan van NEC en ik weet niet anders. Dan dat het omhoog gaat en je gaat weer naar beneden. Ja, dat klopt, ja. Maar er gebeurt altijd wat. Ja. Never a dull moment. Nee, precies. Op deze mooie zomeravond ben ik in Huizen. En ik ben hier te gast bij de HSV De Zuidvogels. Op uitnodiging van vicevoorzitter Hans. Want hij zei, Jochem, kom naar het sportcomplex. Het is een prachtig complex. En we hebben sinds kort hele bijzondere verlichting. Vicevoorzitter. Ja. Welkom. Van de Zuidvogels. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. met dit prachtige complex. Want het ziet er geweldig uit. Ja, dankjewel. En gaat het goed met de club? Het gaat heel goed met de club. Althans, we hebben natuurlijk een moeilijke periode achter de rug met de corona. Maar ja, dat geldt voor elke vereniging. Daar zijn we gelukkig goed doorheen gekomen. En we gaan weer van start binnenkort. En sinds kort fantastische LED-verlichting. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, wij waren bezig met wat bezuinigende maatregelen op dat gebied. En ja, toen zijn we op een sportbeurs de firma Sportverlichting tegen het lijf gelopen. Ja. Je kan er niet omheen, hè? Daar kun je niet omheen. Martin. Nee, inderdaad. Nee. Nee. En die hadden een heel goede business case. Okay. Een goed plan hoe we dat aan moesten vliegen met subsidies. Dus die hebben ons eigenlijk helemaal compleet ontzorgd. We hadden daar als bestuur eigenlijk niet heel veel omkijken naar. Nou is Martin ook aanwezig volgens mij. Dus dan ga ik hem eens even opzoeken en vragen hoe dat dan precies zit. Doe dat. Dankjewel. Martin, hey, goed je weer te zien. Zeker. Met je grote glimlach. Hè? Zeker. Want jij bent de ambassadeur van de LED-sportverlichting, hè? Zeker. Waarom wil je zo graag heel Sportend Nederland in dat mooie LED-licht zetten? Ja, weet je, door sportverenigingen financieel gezond te houden, en dat doen we door verduurzaming, hè, energierekening omlaag, kunnen clubs blijven bestaan en mensen kunnen lekker bewegen en sporten. En dat is het gaafste wat er is. Ja, want een club zoals de Zuidvogels, die hebben nu de velden waar licht op staat, hebben ze omgezet in LED-verlichting. Hoe lang duurt het voordat ze dat terugverdienen? Nou, met de subsidies die wij voor de clubs geregeld hebben, zowel overheidssubsidie als gemeentelijke subsidie. Want dat doe je ook? Dat doen we ook. Ja. En hebben ze dit helemaal, dus de hele investering, hebben ze in 5 jaar terugverdiend. Dat is te gek. Dat is te gek. Je legt uit, je regelt de subsies en je sluit aan. En we sluiten aan. Je doet eigenlijk alles. Klopt. Zet hem eens aan dan. Oké. Dat is het. En dat doe je echt met een app? Eén druk op de knop. ...5-2 voor het eerste. Ik had nog gehoopt dat de jonkies misschien een beetje dichterbij konden komen. Niets is minder waar. Maar goed, ze hebben allemaal wel een stukje watermeloen verdiend. Vind ik toch? Meloen, meloen. Ze worden kampioen. Ik ben op weg naar de SEH Heerde. Want ik heb namelijk een mailtje gekregen van de voorzitter, Barend. Die zegt, we zijn de afgelopen 2 jaren heel erg druk geweest om ons clubgebouw een beetje te renoveren. En we hebben dat ook nog een keer op een hele inventieve manier gedaan. Kom even langs, dat ga ik doen. Maar ja, eerst moet deze jongeman wat te drinken. Goedemorgen, meneer de voorzitter. Goedemorgen, Jochem. Staat als een veldheer over zo'n sportcomplex uit te kijken. Uiteraard, hè? Ja. Dat is geweldig. Hoe gaat het hier met de SEH Heerde? Het gaat, moet ik zeggen, eigenlijk best wel goed. Best wel goed, hè? Ja. Even voor mij nog, want ik ben dol op afkortingen. SEH? Sportclub Excelsior Heerde. Ik heb begrepen dat hier het clubhuis onlangs aangepakt is. Klopt. Er is een nieuw dak opgekomen. Er zat voor een groot gedeelte nog asbest op. Dat is allemaal verwijderd. Hoi, hoi. Het terras was eerst een metertje of 3 breed en dan ook nog maar alleen voor het kantinegedeelte, dus daar. En dit is dus de afgelopen jaren is dit allemaal gebouwd en gemaakt? Klopt. Hoe krijg je dat voor elkaar? En vooral financieel? Nou ja, goed, daar weet ik niet zoveel van natuurlijk. De penningmeester weet er alles van en die zit binnen. Hallo Hans, ex-penningmeester, begrijp ik. Klopt. Ja. En toen jij de penningmeester was, is dit allemaal tot stand gekomen. Ja. Het is prachtig geworden. Hoe is het mogelijk om dit voor elkaar te krijgen financieel? Je moet veel met vrijwilligers werken, sponsoren, je netwerken weten, diverse acties. Ja, een van die acties is de actie van TotalEnergies. Hoe werkt die ook alweer precies? Nou, bij TotalEnergies heb je een pasje van de tankstation. Ja. En bij iedere liter die je daar tankt, spaar je punten. Okay. En die punten die worden aan het eind van het seizoen omgezet in geld voor de club. Ja. Daar hebben ze afgelopen jaar tussen de 500 en 600 euro gekregen. Daar heb je de kinderhoek van kunnen maken. Klopt. Heb ik begrepen. Klopt. Het lijken kleine bescheiden bedragen, maar je hebt het keihard nodig hè, als amateurvereniging. Ja, de slag erom op de taart zeg maar. Dank voor de uitleg. Geen dank. En inmiddels heeft ook Irene de weg naar Oud-Beierland gevonden. Welkom we zijn er bij deze gezellige club. Ja, goed hè? Dit ziet er ook al heel erg leuk uit. Ja, fris water drinken. Team Fit, ja, waar staan jullie ook alweer voor? Voor de gezondere sportomgeving. Onderdeel van JOGG en we werken ook veel samen met NOC en NSF. We willen alles even wat gezonder maken in deze omgeving. Ja, nu zie ik hier 1, 2, 3 van die grote wekflessen met water. Ja. Ik weet natuurlijk, na een sportieve prestatie is het vocht dat moet aangevuld worden. Hè? Het allerbeste wat je dan kan doen is water drinken. Ja, ik word er altijd een beetje flauw van. Ja, ik vind het fijn om na de wedstrijd ook wat met smaak. Het liefst ook wat suiker even weer tot me te nemen. Ja. Suiker doen we nog niet in het water. Nee. We doen wel gewoon wat smaak erbaan door wat fruit en wat groente toe te voegen. Kijk, wat meloen erbij. En dan krijg je dus dat het water de smaak gaat aannemen. Zo makkelijk is het. Je kan het er gewoon in stoppen. Ja. Dit wordt dan de komkommer. Huppakee. Kijk, hoppatee. En je kan ook meerdere dingen erbij doen. Maar kan alles er gewoon in, of niet? Eigenlijk wel. Je moet wel een beetje uitkijken. Als het gaat verpulveren, dan loopt het kraantje vol, zeg maar. Dan kan je niet meer tanken. Maar hoe komt een vereniging aan zo'n watertap? Zo'n watertap, ja. Ja. Als ze aan de slag gaan met Team Fit, dus ze willen zelf ook met een gezondere omgeving bezig zijn als vereniging. Ja. En dan komen wij op visite als Team Fit coach. En dan neem ik zo'n kan mee. En mijn collega's ook. Dan zit hij erbij? Ja, die zit hij erbij. Die hoort erbij, bij het hele pakket. Mooi, hè? Oké, dat is goed bedacht. Ja. Ik zie dat de wedstrijd bijna is afgelopen. Dus ik neem de meloentjes vast mee. Die deel ik vast uit. Ja. En dan verwijs ik ze naar jou. Ja. Voor het smaakvolle en gezonde water. Kunnen ze komen tappen. De wedstrijd is afgelopen. Ik denk dat met name de jonkies wat extra's kunnen gebruiken. Lekker. Ik heb wat voor je. Je bent begonnen als linksbuiten. Toen zat je op de bank en toen zag ik je op een gegeven moment met een vlag zwaaien. Je doet ook alles bij deze club, hè? Nou, ik moest eerst spelen. Maar andere spelers moeten ook minuten krijgen. Dus oké. Nou, zullen we die andere spelers ook maar even wat meloentje geven? Hier, nummer 11. Meloentjes, lekker. En trouwens, bij het kraampje daar kan je ook nog gewoon lekker smaakvol water krijgen. Nu ook mensen zitten kijken en zeggen, ja, maar onze club is minstens net zo gezellig. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar misschien toch. Nou ja, ik vind het leuk om bij je langs te komen. He, om te kijken hoe het gaat met de vrijwilligers, of er nog wat nodig is. Sorry hoor. Ja, pak me hoor. Dankjewel. Ga dan naar rtl.nl/clubliefde. En wie weet kom ik binnenkort ook bij jouw club langs. Pak er nog eentje. Nog één? Ja, natuurlijk. Clubliefde werd mede mogelijk gemaakt door de grote clubactie, Arag en TotalEnergies.